We staan hier op Valkenhuizen. Ja, dat klopt. Het is bijna 7 uur. En dan beginnen we met de laatste training voor ons voor 10 mei. Want 10 mei is het dan zover. Ja. Dus we beginnen om 7 uur. Tot morgen vroeg 7 uur. Ja. Ja, de club is zich binnen om nog aan het aankleden. Alle dingetjes een beetje aan het regelen. En dan gaan we lopen. We gaan iedere keer 2 kilometer lopen. Iedere keer 2 lopers van start. En dan wisselen we elkaar iedere keer af. Mm-hmm. En dat doen we met z'n achter vannacht. Nou, super. Maar wat hebben jullie allemaal meegenomen? Ik zag van alles. Verwarming, waterkoker. Ja, dat klopt. Je begint te lachen. Dat klopt. Ja, we moeten de hele nacht door. Ik denk dat we wat last krijgen van we slapen en zo. Dat we het koud krijgen. Ja. Hè? En dan en voor de medische verzorging, et cetera, hebben we toch wat dingetjes meegenomen. En dat hebben we hier binnen in dat hokje van de scheidsrechter hebben we dat opgesteld. Ja. Dus, en wanneer gaan jullie naar Parijs rijden? Zaterdagochtend, de 10e. Dan gaan we naar Parijs. En dan hopen we dan aan het einde van de middag aan te komen. En dan op het terrein net iets buiten Parijs is dat. De naam is me ontschoten hoor. En daar gaan we meen tussen 10 en 11 uur van start 's avonds. Maar dat ligt even aan de tijd die wij opgeven dat wij per uur lopen. Want dat ligt nog wel vrij nauw. En wij schatten in dat we nu ongeveer 12,4 kilometer per uur gaan lopen. Want we moeten daar 's maandags ook een bepaalde tijd weer in Rotterdam aankomen. Dus wat we nu dus doen is ook goed op de stopwatch onze tijden bijhouden. En dan ongeveer het verwachte tijd die we daar gemiddeld gaan lopen met de Europa Run. Dus dat hangt ook nog een beetje af van vannacht. Wat ik alleen niet snap, je gaat 10 mei, vertrek je daar naartoe 's morgens en 's avonds ga je lopen. Is dat niet heel vermoeiend na zo'n reis? Ik denk inderdaad dat dat een hele zware aanslag gaat worden. Maar ja, we zullen wel zien hoe het gaat. Ik heb er nog geen ervaring in, alhoewel ja, de mensen die wel meedoen, die hebben dat dus wel. En die zeggen dat het te doen is. Ja, vrijdags moeten we toch nog gewoon werken. Dan word je toch nog even op je werk verwacht. En dan, dan zaterdags maar op tijd top en dan op naar Parijs toe. Ja. En wie start er als eerste? Vandaag weet ik eigenlijk niet. Ik heb het nog niet gehoord. Nee, dan. Dan. Ja. De snelste loper. De snelste loopgroep, laat ik het zo zeggen. Ja. En die gaan echt hard. Er zijn groepen bij die lopen 18 kilometer per uur. Dus om aan te geven dat een Haile Sebassi, die loopt ongeveer 20 km per uur op de marathon. Dus zo hard wordt er nog gemiddeld gelopen. Ja, die raffelen dat gewoon af binnen 30 uur, dat stukje. Ja. Dus de hardste of de snelste groep, die gaat als eerste beginnen. Dus ze starten niet allemaal tegelijk. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad aan de hand van het tijdstip waar ze gemiddeld lopen, wordt er gestart. Mm-hmm. En dat is per groep wordt er dan gestart. En er moet wel wat tijd tussen zitten. Maar je ziet wel dat tussen de 11 en de 14 kilometer per uur, tot daar wel de grootste dichtheid is van het vertrek. Okay. Ja. En heb je verder nog wat aangeschaft? Nieuwe schoenen of zo? Of nieuwe spulletjes voor de Europa Run? Of nog niet? Nee, ik heb dat spul allemaal wel wat thuis liggen. Ik heb wel een mooi shirt gekregen van onze sponsor. Ja, daar heb ik de vorige keer er even over gehad. Hè? Wolders Kluwer, dat is onze sponsor. En daar heb ik ook broekjes van, maar ja, alleen korte broek. En ik vond het voor vannacht ook te koud om dat aan te doen. Ja. Dus ik dacht nou even mijn eigen spul aan. Ja. Want op zich, het is droog vanavond, maar het is fris, hè? Ja, het is fris en vannacht heb ik gehoord wordt het 6, 7 graden. Ja. Dus ik denk dat het wel koud wordt. Nou, morgen dan 7 uur, dan is het einde hè, van deze hardlooptocht. Wat ga je daarna doen? Ja, daar kan ik bijna wel invullen. Dat is even lekker het mandje in. Even lekker douchen. En dan gaan we lekker slapen. Ja. Dan kijken we even die kant op. Er staat een hele ploeg. Even iets draaien, Jan. Wie zijn het allemaal die daar staan? Ja, dat zijn mijn konuiten. Dat is, wil je dat ik namen noem? Ja, mannen, even aandacht. Vrouwen ook. Ja, dat is Peter Hooyman. Dat is de snelste loper van ons. Dat is Benno. Dat is min of meer de aanvoerder. En de echte captain, dat is Jack. Die steekt nu de hand even op. Leon. Leon, ook altijd heel goed voor snelle tijd. Ruud Burgers. Hij heet Burgers, is ook geen politieagent, daar heet ook Burgers. Nee, dat zei je al. En dan Marijn verzorgt de medische verzorging. En die gaat op de fiets? En die gaat ook fietsen. Nou, dan kunnen ze van start, hè? Beetje rekken, strekken, inlopen nog. Dat hebben we net al gedaan. Oh, hebben we buiten beeld, jawel. Er is zijn warm genoeg? Ik geloof het wel, jawel. Ja. En we beginnen toch voorzichtig. En we moeten er eigenlijk een beetje aan wennen tot we toch een beetje koud beginnen. Hè, want je kunt niet in Parijs? Keer... Nee, maar je moet iedere keer uit een auto weer gaan lopen. Dus je hebt geen moment om je eigen warm te lopen. Nee, oké. Maar in een auto is het natuurlijk wel warm, hè? Warmer dan? Ja, maar... Ja. Of je hebt het hier. Ja, jullie hebben verwarming bij je. Ja.
Leon, je hebt nou de 2 kilometer gelopen op de baan. Hoe is het? Ja, goed. Ja, het is de eerste keer, dus dan moet je even weer in je slag komen. Ja. En dan heb je altijd even de eerste adem waar je even doorheen moet. Ja. Dus het is nu even hijgen, maar dan zijn we weer uitgerust. Ja, hoor. Dan gaat het weer goed. Ja. En hoe lang ga je nu rusten voordat je weer 2 kilometer gaat lopen? Nou, dat is ongeveer een half uur. We lopen ongeveer zo'n 10 minuten over de 2 kilometer. Ja. Nou, er lopen nu 3 jongens van mijn team, of van mijn subteam. Ja. En dan ben ik weer aan de beurt. Ja. Dus dat is een beetje de cyclus, half uurtje rust, 10 minuten lopen. En dan houden we dat zo 12 uur vol. Ja. En hoe voelt het op deze baan lopen? Dat is wel lekker. Het is een wat zachte ondergrond. Dus het is wat zachter als wanneer je op het asfalt loopt. En het is lekker egaal. Ja. Dus het loopt op zich prima. Ja, het is alleen wat saai, hè? Als je kijkt naar wanneer je straks de Europa Run loopt, dan kom je overal. Dus in principe hetzelfde systeem. Je loopt nu 2 kilometer, straks met de Europa Run ook 2 kilometer. Ja, het enige verschil wat er dus nu is met de werkelijke Europa Run is dat we nu 12 uur achter elkaar lopen. En straks is het dat we ongeveer 4,5 uur lopen. Ja. We hebben een stuk van 1 kilometer of 50. Oh, ja. En dan, daarna hebben we zo'n 4,5 uur rust, want dan loopt het andere subteam. Oh, ja. En dan, daarna gaan wij weer aan de bak. En ga je dan ook echt slapen of wat ga je doen dan? Ja, een beetje afhankelijk. Als ik even kijk naar hoe we dat 2 jaar terug hebben gedaan, dan zijn er wel momenten waarop je even de ogen dicht doet. Maar het is vooral eten, drinken, verzorgd worden. En ja, goed, dan is het afhankelijk van de tijd die je nog hebt. En dan, soms doe je even de ogen dicht, soms zit je ook alleen maar even voor je uit te staren. Ja. En, dus, En hoe lang heb jij ervoor geoefend? Nou, ik ben sinds verleden jaar, na de zomer, ben ik gestart met trainen. Ik ben er wel een hele tijd uit geweest. Ik heb een kuitblessure gehad. Het was nogal vervelend. Ik kon niet vinden waar het vandaan kwam. En nu sinds een paar weken ben ik weer volop in training. Dus, maar ik loop al een aantal jaren hard. Dus de basisconditie is in de jaren ervoor al gelegd. Ja. Het is nu zorgen dat er moeten nog wat kilootjes af. Hè, dat je lekker op streefgewicht bent. En dan,